Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag is het tijd voor Meme 1. En we gaan kijken naar de Formule 1 memes van Imola. Vind je dat een leuk? Smash dan vooral op het blauwe duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent en doe het belletje aan zodat je geen enkele video mist. En laten we dan eerst even naar wat tweets kijken die ik zelf heb geplaatst tijdens de race. Want dan kunnen we even een beetje door de race lopen, want wat een race was het. En laat natuurlijk jouw favoriete actie van deze race hier achter in de reacties. En misschien heb ik er wel een meme van. Het begon eigenlijk met Gasly toen die moest uitvallen. Dus dat was echt dikke F. Niemand was daar blij mee. Het was echt sad. En hij had echt op het podium kunnen eindigen als dat niet was gebeurd. Maar helaas was er een probleem met de motor en moest hij uitvallen dus. Daarna kregen we te horen dat Bottas floor damage had. En dat Max heel dichtbij kwam. Dus dat was de eerste spanning eigenlijk pas van de race naar de start natuurlijk. En nou, blijkbaar was dat een aardig stuk van een Ferrari dat er onder zijn auto zat. Dat was echt mega. We think this might belong to you, Ferrari. Kijk dan, wat een stuk, joh. Dat is echt zo'n stuk vloer of weet ik wat. Iets van de zijkant van een Ferrari of zo. En dat zat gewoon onder de auto van Bottas. En daardoor kon Max hem uiteindelijk wel inhalen. Anders was hij natuurlijk ook als een raket weggegaan. En ja, op dit moment dacht ik echt wel van, wow, Max kan gewoon de race gaan winnen. Maar ja, toen kwam er, laten we met Lewis iets, maar daar gaan we zo over hebben. Ja, Ocon viel uit en ik tweet al van, oh please, geen safety car. En ja hoor, Hamilton die pakte de leiding van de race eenvoudig. En ik dacht van, nou, dit wordt echt de meest saaie win ooit. En ja, dit was eigenlijk nog het moment dat Max eigenlijk eerste lag als hij Bottas inhaalde, maar nu dus niet meer. Bottas maakte een foutje na een foutje na een foutje. Totdat het een keer te veel werd. Waardoor Max met de full sended mode kon inhalen. Maar ja, daarna was het natuurlijk alweer snel afgelopen met Max. Ik had nog even hoop dat Russell punten kon pakken op P11. Maar ja, Max die vloog de grindbak in met een klapband. En toen dacht ik van, oké, nu gaat het beginnen jongens. Bottas naar de soft. Maar Hamilton kon nog net op tijd naar de softs ook. Voordat Bottas weer hem had kunnen inhalen. Omdat iedereen natuurlijk een stuk langzamer ging door de safety car. En tijdens de safety car ging Russell de muur in. Hij had waarschijnlijk te koude banden. Te veel snelheid. En dan gaat die auto gewoon even letterlijk knijterhard de muur in. En dat was zeer pijnlijk voor onze George. Ricciardo besloot niet om te pitten. En Perez wel. Perez die viel daardoor een aantal plekken terug. En Ricciardo, ik dacht al van, hé jongens, er komt er gewoon een shoe aan. Hij werd even aangevallen door Kvyat, maar hij wist gewoon de derde plek binnen te halen. Nou, en Hamilton bleef maar vette slapjes gooien en we hebben uiteindelijk de shoe gehad. En wat doet Ziggo dan? Ziggo die knipt gewoon, die gaat gewoon weg van de shoe het moment dat het gaat gebeuren. Ik snapte helemaal niks van. Ik zat echt zo voor de tv, voor de shoe. En in een keer, ik dacht van, die ga je toch niet menen. Dit ga je toch niet menen. Maar uiteindelijk zagen we het wel, maar ja, ik had liever echt het De spanning die opgebouwd werd. Hamilton nam zelfs nog een slokje uit zijn andere schoen. Dus ja, een beetje jammer dit. Dat was dus een korte samenvatting van de race. We hebben hier nog een fantastische meme van Kvyat. Die zo in zijn kleedkamer zat. Great drive, yes yes. En Big Brain Hamilton die was er gewoon weer aanwezig natuurlijk. En dan gaan we nu beginnen met de memes. Want er zijn er weer een hoop voor vandaag. Dus laten we meteen kijken naar meme nummer 1. Hulkenback. Actual footage of Alex Albon's career ending. Ja, ik weet niet of hij nou is aangetikt bij de herstart. Of dat het echt een solo spin was. In de herhaling leek het alsof hij zelf gespind was. Maar daarvoor kan natuurlijk nog iets gebeurd zijn. Maar dat was wel echt flink pijnlijk voor hem. En dan hebben we de volgende jongens. We're not gonna let you win because he's better than you. Bottas wants to split strategies. Mercedes, no, that's against the rules. Hamilton wants to split strategies. Mercedes, yes, my lord. Echt erg. A moment of silence for Pierre. He starts before. Where will Gasly finish? Ja, het was echt. Het was veel te snel afgelopen. En ik had het echt gegund om gewoon een mooie finish te hebben. En een waarschijnlijk een podium. Maar het mocht niet zo zijn. Red Bull had echt een pechdag. Behalve Kvyat. Die was gewoon lekker bezig. FIA here to end Bottas' career. Ocon. Oh no, my clutch. VSC, Lewis, is that for me? Oh, het was echt, het was zo onnodig. En ook precies het moment dat Lewis weer uit de pitstraat kwam, was de safety car weg. Dus het was echt opvallend, heel opvallend, hoe de FIA dit heeft gedaan.
En het lijkt bijna wel alsof het voor Hamilton is gedaan. Want dit was echt gewoon ongelooflijk. Wat denken jullie? Is de safety car voor Hamilton gekomen zodat hij kon winnen? Of is het niet zo'n doorgestoken kaart? Racing Point R&D hard at work today. Ja jongens, je ziet hem hier gewoon staan met zijn grote toeter, met zijn grote camera. Om foto's te maken natuurlijk weer voor de onderdelen van volgend jaar. Deze is ook echt erg. I'm sorry, the universe balancing itself. George Russell top 10. Boom, gewoon echt out of nowhere, helemaal weg. En ja, dat was echt. Zeer triestig. En ook, wat gebeurt er nou weer bij deze pitstop? Hoe kan dit nou weer gebeuren? Ja hoor, die gebeuren. Magnussen is all of us. I'm getting a massive headache from all these Hamilton wins. It's a kick in the head every time. Ja, ik word er ook een beetje moe van. Dit is niet meer spannend, dit is niet meer leuk. Die safety car gooide ook de spanning en alles weg. Die gooide de excitement van Max die Bottas inhaalde voor P2 weg. Het was... triestig. Why is he always so lucky? Every F1 fan when the VSC safety car comes out exactly when Lewis is stopping. No. Ja, ik zag het al aankomen. Ja, iedereen zag het al aankomen. En... ja. F's in de chat. Poor guy. Monza, Verstappen out. Mugello, Verstappen out. Imola, Verstappen out. All... after all these seasons, Verstappen... finally, I have them all. Oh. Ja, geen één keer punten in Italië gescoord. Gewoon echt dik pech. Gasly out with mechanical failure. Well then, look at me. I'm the new Gasly now. Kvyat heeft het echt heel goed gedaan. Ik ben wel trots op hem. Godfather Toto. Toto. Esteban. Lewis isn't winning. Ocon. I will self-destruct. Gewoon ja, die auto viel gewoon uit. Op een onhandige plek ook. En daardoor wist Lewis de leiding in de race te pakken. Red zus, Vettel having his best race in 2020. Ferrari pit crew, sabotage. Dat was ook echt erg. 13 seconden pitstop. Wat de hel gebeurde er bij dat wiel? Hij moest 7 keer opnieuw dat wiel aandraaien. Ja, dat was echt gewoon wel even een dikke F. Ik dacht ook echt van, dat meen je toch niet, hè? Hoe kan je nog meer pech hebben? Hoe kan het nog slechter gaan? Dikke pech. Good job, Danny. Surreal at the end of 2020 season. Helemaal onder de tattoos. Ricciardo heeft natuurlijk nu het tweede podium in 3 races weten te pakken. Dus zou je denken, nog een tattoo. Maar er werd al over de boordradio gezegd van... Nee, we gaan niet nog eentje doen. Er komt al wel eentje voor dat podium, maar niet 2. I think I nailed the clown costume for this year. Zie je, Binotto. Oh, jeetje. Oh, wat erg. What a meme. Look. Hamilton. I need more time on Bottas to pit. Ocon. I will do as the crystal guides. Ja. Ja, dat is wel dikke F. Albon, bad. Hello, this is Nico. Yes, when do you want your seat? Please, laat het de Hulk worden. Ik wil echt dat de Hulk in Red Bull komt. Dat is echt top, top kereltje. Man. Pain. Ja, hij zat er echt zo sad. En hij wilde gewoon even alleen gelaten worden. Oh, ik voel echt zijn pijn. Why is he so lucky? Echt, Bottas gewoon Terminator, onverslaanbaar, P1. En dan komt de Virtual Safety Car. Net. Op dat ene momentje waar het fout kan gaan, gaat het fout. Weg P1. George Russell about to score Williams' first ever point this season. Imola. No. Ja, ik vind het echt zielig voor hem. Ik vind het echt sneu. En daar hebben we dadelijk ook nog een leuke meme over. Why, dear gods of racing? Why? Man who thought he lost all hope loses less additional bit of hope. He didn't even know he still had. Nou, waarom? Waarom? Hoe kan hij nou die klapband hebben gekregen? Ik snap er echt helemaal geen ene meter van. En waarom heeft niemand anders een klapband gekregen dan? Ja, F voor de curbs, agressief rijden, maar als er... normaal horen ze dat altijd wel. Of krijg je iets door van, nee, let op de band, blijf van de curbs. Maar nee, en ik was de boempats band weg. En ja, Max weg, race weg, podium weg, P2 weg, alles naar de galamiezen. Scuderia masterplan. Vettel not having a shit race. Ferrari. And I took that personally. En dan gaven we mijn shit pitstop. Om alsnog de race te verpesten. En ja, dat hebben ze goed gedaan.
Mooi verpest, jongens, weer. Red Bull fans right now, including myself. Ja, normaal hebben we dit met Ferrari, maar nu even voor alle Red Bull fans. Het deed pijn. Ja, het was niet best dit. Just another Hamilton Bottas Verstappen inkomen. Lewis won't be driving P1 after his pit stop. Just when he needs to pit, there's a virtual safety car. Dat was echt zo'n moment dat ik echt dacht van, kan deze race nog saaier worden? Ja, hij kan nog saaier worden. En het einde was wel spectaculair. It'd be like that. Red Bull second driver. Hey. Red Bull Max Verstappen. Red Bull pitroom. Die zijn echt gewoon dik baas, joh. Die knallen er pitstops uit, joh. Dat wil je niet weten. I'm sad for Russell, but what was that? Russell making a good chance of scoring his first points ever in F1. Also racing during safety car. I'll guess I'll crash. Ja. Nou, ik ja, waarom? Je kon die punten pakken, jongen. Hamilton gifted another win thanks to favorism and luck. Ricciardo. Another Ricciardo podium. Ik vind de podiumpjes van Ricciardo echt wel genieten. En hij verdient het ook wel echt. Albon's career 2019-2020. They raced him too hard. Ja, waar gaat Albon heen, jongens? Gaat hij naar AlphaTauri? Gaat hij weg? Blijft hij bij Red Bull? Dat denk ik eigenlijk niet. We gaan het zien. En laat het natuurlijk weten in de reactie. Imola lap 1 to 50. Saai. Imola sinds lap 50. Ja, dat was echt gewoon compleet wat anders. Het was echt... Ik zat op het puntje van de stoel de laatste paar rondes. En we hebben een nieuw Ferrari masterplan. En het stuk zat natuurlijk onder de Mercedes van Bottas. En reageert iemand met dat is het snelste stukje van een Ferrari van dit hele seizoen. En het is ook nog eens waar ook. Oi, oi, oi. En dan waren dat alweer de memes, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Smash dan vooral op het blauwe duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent. En doe het belletje aan zodat je geen enkele video mist. En dan zie ik jullie de volgende keer. Later!